toen u, als we terugkijken naar een jaar geleden, had u toen het idee van, daar zou er eens een kampioenschap in kunnen zitten? Nee, we hadden een opbouwfase van 3 jaar vooruit getrokken. Goed, nou 5 jaar volgens mij, gezien de wisselingen in de selectie. Het vorig jaar deden we het ook eigenlijk niet zo slecht. Als je kijkt naar de afstand met nummer 5 en nummer 1. Alleen we waren niet stabiel genoeg. Ja, dus hebben we samen met de technische manager in de TC toch heel selectief naar de juiste balans gezocht. Ja, en dan zie je waar het naartoe leidt. Vanaf dag 1 hebben we constant gehamerd op de organisatie in het veld. Dat is onze kracht dit jaar. Als je 10 keer de 0 kan vasthouden op hoofdklasse niveau, dan betekent dat je toch uiteindelijk de terechte kampioen bent. Andere jaren was er wel eens sprake van een verkeerde mentaliteit. Dat spelers het daar te gemakkelijk bij lieten zitten. Dat was dit jaar niet zo. Nee, maar als je kijkt in onze groep hebben wij geen enkele gearriveerde speler, zoals ik het noem. We hebben jongens gescout waar heel veel rek in zit. En waar ze eigenlijk honger nog hebben om op hoog niveau te acteren. En dat is goed uitgekomen. Ja. Dan gaan we naar de... Het hoogste amateurniveau. Er zijn al wat spelers aangetrokken. Er vertrekken ook spelers. Maar ik kan me voorstellen dat u zegt de selectie is nog niet op orde. Nee, zeker niet. Er zijn nog 3 vacatures voor de selectie. En daar zijn we goed aan het kijken om toch de juiste poppetjes op de juiste blik te krijgen. Dus we gaan heel zorgvuldig om met onze invulling. En dat is wel... Dat is de kracht van Sparta de laatste 2 jaar. Een vereniging legt vaak druk op een team en op een trainer om dan ook het komend seizoen zo hoog mogelijk te eindigen. Een trainer die zegt altijd, als we de eerstvolgende wedstrijd maar winnen. Nou, je moet sowieso een doel gaan planten als trainer wat wil je volgend jaar in de topklasse gaan betekenen. En die moet je bewaken. Kijk, sowieso zal je uitgaan van je eigen kracht. Kijk, en dat was onze kracht dit jaar ook. En dan gaan we gewoon iedere wedstrijd proberen te genieten. Zoals we dit jaar hebben gedaan. En dan komt vanzelf, de rest vanzelf wel hoor.